Goedemorgen. U kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Er trekken veel sluierwolken boven Nederland langs, maar door die sluierwolken heen schijnt ook de zon geregeld. En de dikste sluierwolken vinden we in het westen van het land. Het blijft droog. Vanochtend is het 7 of 8 graden bij matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden tot zuidoosten. Mogelijk staat er in het noordwestelijk kustgebied even een windkracht 6. Ook vanmiddag veel sluierwolken in het westen, naar het oosten toe wat makkelijker de zon die er doorheen schijnt. En het is zacht, 11 graden op de wadden tot 14 in het oosten van het land. En vanavond verandert er nog steeds niet veel. Uiteraard gaat de temperatuur wel iets omlaag, dan is het 7 tot 9 graden. Morgen ziet het weerbeeld er toch wel iets anders uit. Want we beginnen met zon in het oosten van het land. Daarna volgt een wat lichte regen. Het begint in het zuidwesten en eindigt in het noordoosten van het land. En na die regen klaart het in het westen weer wat op. Het wordt 10 tot 11 graden en de wind waait stevig door. De dagen die volgen zijn wat wisselvallig. Met op woensdag bijvoorbeeld vrij veel zon. En vooral in de kustgebieden een bui. Donderdag trekt er een regenzone over en vrijdag zijn er ook weer buien. De temperatuur gaat iets omlaag, naar een graad of 9 gemiddeld. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.